Lachend deed ik mijn relaas. Ik kreeg toen een kleine kamer, zes hoog bij het trappenhuis naast. Het zicht was mooi, maar het verblijf werd een hel. Want ze hadden niet eens een lift, meneer. Wou ik eens ergens heen, moest ik die trappen op. Slecht ter been. Ik had zowat geen adem meer. Huilend stond ik in de hal. Daar ging men ook nog tegen mij tekeer. Want wat bleek het geval? Omdat ik een beetje trippel, was iedereen ontstemd. Blabij van mij. Ik toen door in Nico's villa. Hij bleek een vakman eerste klas. Hij zag al wat er mis mee was. Heel die nacht zat ik toen op Nico's knie. Met mijn voetje in zijn schoot greep hij het nippeltje zo groot. Oh, wat was ik blij. Villa. Want heel kundig en begaafd heeft hij het puntje bijgeschaafd. Manke zit te grienen in Nico's villa. Ik vond geluk en liefde in Nico's villa. En ik ben nu weer thuis, ja. En ik voel dank u.